Mensen, welkom bij een nieuw filmpje. We gaan nu een Star Wars spelletje spelen. En natuurlijk ga ik nog veel meer vertellen. Want ik heb toch al. Ik ga ook mijn tablet spelletjes doen. Want bijna is het nog klaar voor. Volgende week komt de eerste computer game video die eruit komt. Ik zal maar nu alvast liken en wat reacties geven. Want volgende week staat het nu echt op YouTube. En dan is het, zijn we klaar voor om hem te zien. Dus ik zal maar nu. We gaan nu Star Wars spelletje doen. En dit is wel een beetje hoe het eigenlijk in de lucht. Galaxy Faraway. Nou, Star Wars is heel populair en leuk. Bijvoorbeeld, dit is een Star Wars spelletje met missions en zo. Je moet met een schip kiezen. En TIE Fighter schieten. Dus klote TIE Fighters. Oh, ik heb ook ziek. Dan noem je de Bantam Cannons. Want je zit ook voor Force Awakens en zo. Ik weet maar veel wat ik doe. Eigenlijk ontzettend goed in het spel, man. Ik heb eigenlijk. En ik ga ook nu vertellen hoe een lokje alle de eerste 5 10 missies. Want eigenlijk zijn ze super easy en zo. Dus, bijvoorbeeld. Dus we gaan nu deze doen. Dat is ook wel een TIE Fighters kapot maken. Dus ik vermoord ze gewoon zo erg goed. Empire, ik weet eigenlijk wel verstand over Star Wars. Eerst beginnen ze met het oorlog met de droids en zo. Eerst de droids dreiging van handelsfederatie dreiging. Daarna kwamen de kloonoorlogen en daarna kwamen de oorlog met Galactic Empire. En daarna kwam de oorlog met de First Order erbij. En ik vind op zich nu wel de coolste toch First Order. Kylo Ren is het zo'n vette shit. En ook sick. Ach. Lekker. Ach, die berichten. Nooit vertellen. Nooit de reclame storen. Want. Oké, ik heb hier ook wel een manier om hiervan te goed te halen. Want. Ik heb een extra goede kanonsoort. Want je hebt 3 kanonsoorten. Officieel is een Star Destroyer voor beginners wel wat lastig om te kapot te maken, want ze wisten niet hoe ze deze gebruikt en hoe werkt dit Star Wars spel. Easy peasy. Gebruik gewoon dit ding. Ga je richten. En dan als je met een normaal kanonnetje schiet, moet je even je. Duurt het wel wat langer. Mission complete. Ik weet hoe je reclames kan weghalen. Deze eerste 5 doen we eventjes met de I-Wing. En daarna doen we Millennium Falcon en dit bla bla bla. Ik vind dit het fijnst. Officieel, want ik ben eigenlijk een ontzettend goede Star Wars fan. Daarom heb ik ook Star Wars mod. En bij de Lord of the Rings mod. Ga ik je nog wat meer vertellen. Want de Easterlings komen aan. We gaan een beta review 31 maken. En natuurlijk voor de mensen van het Nederlands gaan we ook vertellen hoe de fiefdoms in elkaar zitten ofzo. Want daar heb ik wel spijt van dat ik niet beta 30 review of een 29 heb gedaan. Dat zou eigenlijk wel moeten. Nou, ik vind het.
Dit is een Frigate. Dan noem je zo'n Rebel Command Ship. Dan bij Galactic Empire heb je de Star Destroyers en bij de Rebellen heb je Frigate. En Frigates vind ik zelf op zich betere kanonnen, maar ze zijn op zich wel kleiner dan Star Destroyers. En ook wel moeilijker om uit te schakelen in de Frigates, want op zich zijn Frigates ontzettend goed. Want hoe is de Frigate op daar? Cool het ook is. En nu. Ja hoor. We gaan naar de volgende missie. Eventjes. Reclame. Reclame. Ik haat echt reclame. Reclame is zo ontzettend irritant. Want elke keer als je een missie doet, krijg je reclame. Dat is ook met mijn bietenbos zo. Ik speel gewoon spelletjes met reclame. Maar niet boos worden. Ik vind reclame zo'n irritant idee. Want als er geen reclame was. Dat is een shield generator en ik heb ze nu verslagen. Shield generators zijn makkelijk. Jullie willen ook de vaardigheden van die andere schepen zien, dus die doen we bij 6 doen we. De Millennium Falcon. Ik ben niet zo goed. Ik weet niet dat ik er zo goed in ben met de Millennium Falcon. Maar ik vind het op zich wel. Dus heb je meer kogels, meer kanonnen. En zo. Voor een Star Destroyer verwoest is eigenlijk ontzettend makkelijk. Eenvoudig, maar zover zijn we niet. Ik ga maar tot aflevering. Nou, ik ga ze al 3 afleveringen maken van dit starspel. Er komen nog meer starspellen hoor. Maar ik probeer. Ja, ik heb het gehaald. Boom. Skip. Reclame altijd skippen. On. Dit is een X-Wing. Ik heb nooit met een X-Wing gevlogen. Oh. Dit vind ik sick. Ja, sick vind ik het wel, maar ik ben eigenlijk een I-Wing pilot. Want ik heb deze niet zo heel goed geüpgraded. Maar. Zo doet de X-Wing het. Zo erg goed is het ook. Maar heb je ook deze. De A-Wing en de B-Wing. Ja, A-Wing. Ik weet niet dat ik daar ook heel goed in ben. Want ik heb weinig held. Ik ga hier wel wat sneller dood. En dat kan misschien zijn, want mijn B-Wing en de Falcon is echt mijn ship. De rest vinden zij niet zo heel handig in. Want Maar wat vaardigheid is met dit? Hier zit nog meer schade. Kan lopen. Och, lekker. Star Wars. Nou, TIE Fighters zijn super dom en zo, keizerrijkstroepen. Ik weet hoe het in elkaar zit. Dat vind ik het beste kanon. Maar ik kan misschien doodgaan. Maar. Ja, duurt dan wat langer. Maar onthoud. Als je dit spel speelt, nooit de reclames. Altijd wel de reclames weghalen. Want. Zo onzin.
Fucking TIE Fighters, kut, grote TIE Fighters. Ja, ik heb ze. Boef, boef, boef. Pew, 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 pew. Oké. TIE Fighters, ik heb nu je Battle Cat gestuurd op ze. Oh, hij is gestoten op me. Wat een glitch. Wat is glitches? Boom. Na de A-Wing hebben we deze. De V-Wing. Mijn B-Wing zit er zo hard. Ik denk dat dit het onhandigste schip is voor me even. Want ik denk niet dat ik daar gewoon zo goed in ben met deze schip. Maar ik doe mijn best. Maar dit zijn wel schepen die ik niet zo fijn vind om ze te gebruiken. Net zoals die andere schepen. Want bla bla bla. Ik schiet ze voorop. En nu proberen we ze te vermoorden. Stomme kanonnen. Ik weet wel. Keizerrijk is met stormtroopers. Echt kloontroopers gedrouw. Zijn kloont. Maar de First Order zijn mensen. Zelfs die derde rebellen. Nu nummer 10 en dan gaan we straks de video afsluiten. En natuurlijk, de final. Is dit de final? Eigenlijk. Verklote, klote keizerrijk. Ik kan ook het. Ik hoef niet zoveel TIE Fighters tegen te komen. Want. Als je een explodeerde soort van dit ziet. Dat is het coole. Als je deze kapot maakt. En dan lok je ook de TIE Fighters goed uit. Want. Als je een. Oh. Ik vermoord ze en ik maak die. Star Destroyer kapot, want je weet. Als je Star Destroyer kapot maakt, zijn ze voorgoed weg. Want nu heb ik de. Ik schiet ze nu even. Want nu gaan we ze zien. Hoe gaat het ding kapot? Zie je dat solar reactor? Dat is het ding wat dat mee kan kapot maken. Want zonder die solar reactor. Solar reactor. Ga maar dood, lekker. Dat is de afleiding. Als je dit probeert te doen. Hij is bijna kapot. Nu kunnen jullie het explode. Dit is de kapotmaking. Dit is het geheim. Hoe je TIE Fighters kapot maakt. Dat is eigenlijk. Vermoord het met de solar reactor. En jongens, kijk naar de volgende video. Duimpje omhoog graag. En doe wat ik. Altijd de reclame wegklikken. Altijd. Tot de volgende video. Boom.